Hoi en super leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Allereerst wil ik beginnen om jullie allemaal nog een heel gelukkig nieuwjaar te wensen. En ook allemaal een hopelijk heel gezond nieuwjaar. Verder kan ik er ook niet veel over zeggen, want we weten natuurlijk niet wat 2021 ons gaat brengen. Maar het minste is om te hopen dat we met z'n allen gezond mogen blijven en er toch een mooi jaar van mogen maken. Hoe dat ook in zijn werking zou gaan. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik heb een Action Shoplog voor je. Ik ben in december een aantal keer naar de Action geweest, want ik moest kerstcadeautjes hebben. En wij vieren kerst gewoon met het aantal toegestaande personen. Dus we zijn niet in overtreding. Het gekke is een beetje, ik film deze video ook letterlijk voordat het nog kerst gaat worden. Vandaar dat je ook de bomen op de achtergrond ziet staan. Maar omdat ik eigenlijk naar de Action ben geweest voor kerstcadeaus en dat wel ook wel een beetje de grootste aankopen waren. Ik heb uiteraard ook andere dingen meegenomen. Dacht ik, het is het beste om dit op te nemen voordat het kerst wordt, zodat je ook weet wat ik dan met kerst heb weggegeven en wat ik heb gekocht. Zoals ik al zei, ik ben een paar keer naar de Action geweest, dus het kan een heel groot bedrag lijken, maar het is dus in een paar keer uitgegeven. Dus niet in één keer, maar als je bij de Action komt, dan haal je gewoon meestal wat meer spullen. Tenminste, dat is in mijn geval zo. Dat gezegd hebbende, ben je benieuwd naar wat ik dit keer bij de Action heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld verschijnen. Er zitten een aantal artikelen bij die waren op het moment dat ik ze kocht in de aanbieding. Daar zal ik eventjes een sterretje bij zetten. Het maakt ook helemaal niet uit trouwens wanneer ik deze video zou opnemen. Want de Action in Nederland is voorlopig toch gesloten. Dus we kunnen ook niet naar de Action. Maar goed, laten we beginnen met de spullen. Ik heb twee flinke tassen vol. Ik kan ze niet eens omhoog houden. Dus ik ga gewoon random uit de tas grijpen. Het eerste item is echt heel groot en dat is deze wasmand. Ik wilde heel graag een nieuwe wasmand hebben en die wilde ik voor de handdoeken hebben, voor in de douche. Mijn oude wasmand die was aan vervanging toe en ik wist dat Action goede wasmanden had, of mooie wasmanden. En ik had die al een tijdje op mijn lijstje staan, maar elke keer vergat ik toch om hem mee te nemen. Ik heb hem nu eindelijk gekocht. Je hebt deze in het wit en in het zwart. Ik had geluk. Ik had de laatste zwarte wasmand. Daar was ik heel blij mee. Dus die heb ik in ieder geval gekocht. En wat ik ook mooi vind, ik heb ook een andere wasmand van de Action. Een gewone waar je je was in kan doen als je die naar de machine brengt. Of van de machine ophaalt om op te hangen. En die past precies bij deze wasmand. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Wij hebben loodjes getrokken met kerst, dus ik heb in feite voor 3 mensen cadeautjes moeten kopen. Voor mijn loodje, voor mijn moeder en voor Lente. En het loodje wat ik had getrokken, die vroeg vooral glazen. Dus ik heb hier allereerst een set met wijnglazen. Ik denk dat deze vooral geschikt zijn voor witte wijn, als ik zo op de verpakking kijk. Het zijn best wel grote bellen. Het zijn 4 wijnglazen. En die stonden op het lijstje, dus die heb ik maar gekocht gelijk. Dus niet heel interessant, maar wijnglazen. Ook op dat lijstje stonden bierglazen. Nou, heeft verder ook weinig uitleg nodig. Hier kun je gewoon je bier uitdrinken. Er zitten 4 bierglazen in en er kan 40 centiliter in. Dus eigenlijk heel basic, maar dus 4 bierglazen dan maar. Ik ga het nu verder random eruit halen, want er zitten ook nog wat glazen onderop, maar die zullen we dan straks tegenkomen. Dan heb ik gekocht de handlettering markers. Die zag ik staan, die waren nieuw. Hier zitten 12 alcohol twin markers in, 12 metallic twin markers en 12 calligraphie twin markers. Er zitten dus 72 in totaal in. Die op alcoholbasis die zullen wel wat doordrukken. Je had hier 2 trayen van. Ik heb ze alle 2 meegenomen. Allereerst even deze met blauw. Ja, groen-blauwachtig. Zitten deze kleurtjes zitten erin. Dus dat vond ik wel heel tof. Ik wist helemaal niet dat Action deze had. Maar die stonden dus ineens ook bij de aanbieding. Dus ik dacht, die wil ik hebben. Omdat ik ook natuurlijk de andere markers al heb. En dan heb ik ook de oranje-roze variant meegenomen. En hier zitten dus deze kleuren in.
Achterop zie je ook een beetje wat de tips doen, zeg maar. Ze hebben ook beide twee kanten. Hier zie je dat heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Die ga ik lekker in mijn knutselhoek neerzetten. Die ik overigens heel erg moet opruimen. Maar daar ben ik ook wel heel blij mee met deze twee. Je had dus deze twee kleuren. En ik heb ze op dat moment allebei meegenomen. Omdat ik ze dan toch heel graag compleet wil hebben. Het volgende item wat ik meenam, dat zijn kleerstems. En er zit ook een cutting die bij. En dit zijn echt hele kerstachtige kleerstems. Er zit een kerstboom in, een krans. Ja, nog wat andere dingetjes. En deze cutting die, die vond ik wel heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, die wil ik wel meenemen voor kerst om in mijn bullet journal te verwerken. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Ik moet zeggen dat ze bij de Action waar ik was niet heel veel hadden aan de knutselspullen. Dat viel een klein beetje tegen. Maar goed, die heb ik in ieder geval mee kunnen nemen. Dan heb ik ook deze hele leuke lipgloss gekocht. En dit is een roosje. Die vond ik er heel erg leuk uitzien. Het is een rode lipgloss. Dat past wel natuurlijk bij mij. Kiss My Red Lips. Color Sensation on Your Lips. Ik weet niet precies. Oh ja, ik zie het al. Kijk, hier staat een plaatje. De lipgloss zit in het roosje. En dan is de steel is het penseeltje. Heel erg leuk gedaan. Hier ga ik nog een reviewtje over schrijven op mijn blog. Dus die kun je nog gaan verwachten. Je had volgens mij ook nog een roze variant. Ik vond de rode wel heel erg leuk. Dus die heb ik even meegenomen. Ja, ik kan het toch niet laten als ik bij het make-up schap kom. Omdat ik het toch wel heel erg leuk vind. Dan was ik ook heel blij. Want ik kwam nog zo'n klein blokje tegen. En de enige die ik nog niet had, dat was de vintage variant. En dit was de laatste die ze hadden. En hier kun je dus, hier zitten dus 100 sheets in. 5x20 designs. En dit zijn dus gewoon echt vintage look producten. Je hebt gewoon inderdaad een aantal van die basic kleurtjes. Nog een wat donkerdere. Dan gaan we echt naar een hele donkere. Oh, deze is nog donkerder trouwens. Maar dit vind ik bijvoorbeeld heel leuk, dat marble. Nou, wat bloemetjes zitten erin. Deze vind ik ook wel heel tof. Deze. Oh, deze is ook super mooi. Deze nog. Heel leuk. En dan deze. Dus gewoon hele leuke blaadjes weer. En ik vond het eigenlijk wel leuk om ze compleet te hebben. En ik kwam eigenlijk heel verrassend nu deze nog tegen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik nog een setje met kleerstems. En dat zijn deze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Want hier heb je met Merry Christmas. Happy New Year. Dit is denk ik... Je hebt zo'n peperkoekenmannetje. Een kersttrui met een hert erop. En dit is denk ik... Ja, koffie of zo lijkt het. Ik weet het niet zeker. En dan heb je hier nog twee cutting dies. Op de achterkant zie je ook nog wat staan. Ja, ik vond deze wel heel erg leuk. En ja, ik vind het toch wel leuk om ook kleerstems in thema's te hebben. Dus ik ben ook wel blij met deze. Dus dat vind ik echt wel, ja, heel erg, erg leuk deze twee. Ja, maar je kunt wel zien dat ze uit een andere collectie komen. Maar dat geeft niet. Dan heb ik even een heel basic item meegenomen. En dat is wasmiddel voor de gekleurde was. Die van mij die was weer bijna op. En ik moet zeggen, ik heb nu weer de basic variant. De laatste tijd had ik de roze. En nu ben ik ook wel heel erg blij dat ik dit al heb meegenomen. Aangezien we nu in een lockdown zitten. En we eigenlijk niet echt... ja, er eigenlijk weinig winkels open zijn natuurlijk. En bij de Action is de wasmiddel gewoon het goedkoopste die ik gebruik. En ja, anders had ik er veel duurder aan gemoeten. Dus dat is voor de gekleurde was. Ik heb ook nog een variant voor de... Witte was meegenomen. Ik heb trouwens wel de wat kleinere flesjes gedaan. Deze zijn beide voor mijn 11 wasbeurten. Maar op zich is dat dikke prima. Want deze waren een stukje goedkoper. En ik zag die voor de grotere variant. Die zag ik ook niet. Dus nou, dan heb ik in ieder geval deze.
Gewoon nog een heel basic item. Ik laat ook het een en het ander vallen, zie ik al. Het zijn klerenhangers. Ik had weer wat kledinghangers nodig. Ik heb de laatste tijd best wel weer wat kleding aangekocht. En ik kwam hangers tekort. Dus ja, ik dacht ik moet echt weer even een span meenemen. Dit zijn gewoon van die 10 kledinghangers van plastic. En ik heb deze altijd. Dus die vind ik altijd wel heel erg fijn. Dus als ik weer een keer nodig heb en ik kom bij de Action, neem ik zo'n span mee. En dan ja, heb ik dat hier. Dan ben ik bij de glazen. En dit zijn longdrinkglazen. Ideaal voor frisdrank of ja, sapje wat dan ook. Die stonden ook op het lijstje. Dus dat zijn deze. Ik ben ook heel blij dat ik alles heel huids heb thuis gekregen. Want het is toch natuurlijk wel heel erg breekbaar. Dus even deze longdrinkglazen. Die stonden dan ook op het lijstje. Er komen straks nog een set glazen aan. Die zitten in de andere tas. Dan heb ik ook 2 lopertjes gekocht. En als je mij langer volgt, weet je dat ik vooral heel veel grijze lopertjes in huis heb. En ik dacht, nou, ik kan er eigenlijk nog wel 2 bij gebruiken. En ik haal ze normaal gesproken bij de IKEA, maar nu kwam ik ze bij de Action tegen. Dit zijn gewoon grijze lopers van 35 bij 1 bij 130 centimeter. En ik dacht, nou, die kan ik ook wel eens proberen. Je kunt ze gewoon op 40 graden wassen. Ik hou hem nu even naast mijn andere lopertje en de kleur komt eigenlijk precies overheen. Dus dat is echt wel top. Lopertjes gaan, zijn best wel snel vies. Dus het is helemaal niet erg om daar een paar extra van te hebben. Dus daar heb ik er dan 2 van meegenomen. Ik vind het toch wel heel gezellig staan, een lopertje op tafel. En dan heb ik... Kijk hoor. Ik had eigenlijk ook 4 al meegenomen, maar ik zie hier 3. Lampjes meegenomen. Ik heb de laatste tijd best wel het probleem dat mijn lampjes kapot gaan. Het probleem is alleen, ik heb ze niet kunnen testen, want er stond geen tester. Ik heb gewoon de 28 watt lampjes meegenomen. En ja, de lamp in mijn keuken die knapt elke keer. Ik had echt geen voorraad meer, dus ik dacht, ja, ik moet gewoon echt weer eventjes lampjes halen. Dus ik heb gewoon 3 dezelfde gehaald. Gewoon 3 van 28 watt. Dan heb ik gewoon weer even een voorraadje. Als ze dan weer knappen, dan kan ik in ieder geval weer een nieuwe lamp erin draaien. Dat is wel heel prettig. Dan kwam ik nog 2 van die folies tegen. Die heb ik een tijdje geleden in de shoplog laten zien met die bijpassende pen. Maar toen ik daarna nog een keer bij de Action kwam, hadden ze die folietjes niet meer. Nu kwam ik ze nog weer tegen. Ik heb nog een zilveren meegenomen. Niet holographic, oh, het is holographic. En nog een gouden, want ik had eigenlijk nog geen gouden. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Daar was ik ook heel blij mee. Vooral omdat je ze eigenlijk al niet meer zag. En dat vind ik altijd wel jammer bij de Action. Dan hebben ze iets en dan... Ja, zie je later de accessoires er niet meer voor. Maar deze heb ik in ieder geval dan nog wel kunnen scoren. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Even kijken hoor. Dan heb ik nog 2 lippenbalsems meegenomen. En dit zijn de Lovely Lip Balms. Er zit ook heel leuk een koordje aan. Je zou ze dus ook in de kerstboom kunnen hangen. Was natuurlijk heel leuk geweest voor een cadeautje. Maar ik heb hier allereerst... Volgens mij staat er geen geurtje op als ik het zo bekijk. Nou, een beetje een donkere. Ze lijken een beetje op de EOS Lip Balms. Maar deze zijn nog wel van Max & More. Dus ik dacht, nou, die wil ik wel heel graag testen. Ik ben dol op lippenbalsems. En ik heb dan ook een lichte variant. Ik denk dat de kleur onderop staat, maar die kan ik dus niet lezen. Even kijken hoor, kan ik het zien? Nee, staat er verder niet op. Maar was ik wel benieuwd naar 2 lippenbalsems. Vond ik gewoon heel erg tof eruit zien. Dan heb ik nog een lippenbalsem meegenomen. En dit is de 385 Sweet Candy. Ik had een tijdje geleden had ik nieuwe make-up gekocht bij de Action. Daar had ik ook 2 lippenbalsems van meegenomen. Maar ik wist dat er nog een kleur was. En die wilde ik ook heel graag hebben. Dat was dus Sweet Candy. En die vind ik gewoon super tof. Want ik vind die kleur gewoon geweldig, dat roze. Dus die kwam ik tegen. Ik dacht, ja, die moet ik ook eventjes meenemen. Het is een matte gekleurde lippenbalsems. En die kun je dus ook gewoon heel fijn gebruiken als gewoon ja, lipstick. Vooral met droge, dat je lippen bijvoorbeeld heel droog zijn met bepaalde dagen. Vind ik gewoon een gekleurde, getinte lippenbalsem heel fijn. Dus dat is die. En toen zei ik de vorige keer in mijn Action Shop nog, ik heb nu de lipliners compleet.
Nou, dat was dus helemaal niet zo, want ik miste nog de Rusty Rose. En die kwam ik tegen en ik dacht, ja, die moet ik nog hebben. Nu heb ik ze wel echt compleet. Ik was heel blij dat ik deze nog tegenkwam, want ik zag alweer op de Action site, toen die nog bereikbaar was, dat die kleuren er alweer uitgingen. Dus die heb ik gelukkig nog kunnen scoren. Dan heb ik wel bij passende lipliners bij de lipsticks. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dan heb ik ook nog twee kerstblokken meegenomen. Allereerst heb ik dit blok meegenomen. Deze lagen ook echt bij de kerstafdeling. Hier zitten glittertjes op en folie zit er ook bij. Dat is deze. Ik zal ze eventjes laten zien. Ik zal er gewoon even een paar laten zien. Deze heeft bijvoorbeeld hele leuke glittertjes. Gewoon heel erg leuk voor kerst. Je zou hier ook kaarten van kunnen maken. Nou ben ik daar zelf nog niet heel erg in thuis. Dus ja. Deze zit erin. Vind ik niet definitief kerstachtig. Maar die gouden dingen maken het dan wel weer kerst. Deze ook met gouden lijnen. Heel tof. Deze met blauw. Hier zitten dan weer glittertjes op. Ik probeer toch een beetje te laten zien wat erin zit. Deze vind ik ook heel erg leuk. Er zitten best wel veel pagina's in van één kleur. Dat vind ik altijd wel fijn. Oh, deze vind ik ook heel leuk met die rendiertjes. Die is er dan ook nog in het groen. Deze, heel erg leuk. Deze. Deze. Volgens mij laat ik het niet heel erg handig zien op dit moment. Maar ik weet even geen andere mogelijkheid. Hier zit dan ook nog met een groen tintje. En dan hebben we nog deze. Die vind ik ook wel echt fantastisch. Dus dat is allereerst dit blok. Ze staan hier trouwens op de voorkant ook nog wat erin zit. Maar doordat heel groot het logo erop staat, wordt het niet heel duidelijk. En ik heb dan ook nog deze meegenomen. Hier zitten kleine kaartjes in. Voor mijn geval. Hier zitten dan ook wat meer kleine kaartjes in. Kerstmannetjes. Hier, deze hebben een gouden muts, maar hij is ook met een rode muts. Deze. Heel leuk ook. Deze zijn ook heel erg leuk. Hier is er dan ook met een rood sokje. Deze. Misschien sla ik er wel eentje over, denk ik nu. Oh ja, zie, deze zit er nog in. De rendiertjes. Ook heel leuk. Het zijn gewoon echt van die leuke kerstblokken, weet je. En als je dat nog niet echt hebt, die kerstbomen zijn dan ook nog in het rood met groen. Oh, deze zijn leuk. Kijk, die pinguïntjes. Met kerstmuts. Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Deze vind ik ook heel leuk. Het zijn van die stokjes. Dat was de laatste. Dus twee hele leuke kerstblokken waar ik wel weer gezellig mee kan gaan knutselen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. De volgende tas is naar voren geschoven. Dus die ga ik nu even laten zien. Ik heb ook nog een elektrische face massage gekocht. Daar was ik al een tijdje benieuwd naar. En ja, daar kun je gewoon lekker je gezicht mee masseren. Er moet een AA batterijtje in. Er zit een on-off dingetje op. En er zit dan zo'n kwartstoon in. En hier kun je gewoon lekker je gezicht mee masseren. Ze waren ook een tijdje weer eventjes niet verkrijgbaar. Nu zag ik ze ineens weer. Hier zou je 5 tot 10 minuten per dag je gezicht mee kunnen masseren. Nou, het lijkt mij heerlijk, want dat vind ik echt wel van die lekkere dingen. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar deze. Heel leuk. Dan hebben we hier een kerstcadeau en dat zijn mijn glazen van rode wijn. Ja, die stond ook op het lijstje, dus die heb ik ook maar meegenomen, want het was gewoon een beetje moeilijk. Dus ik dacht, nou, laat maar gewoon voor de glazen gaan. Het is misschien niet heel origineel, maar dan krijgen ze wel iets wat ze graag willen hebben. Hier zitten wijnglazen in, ook 4, hier kan 44 centiliter in. Dus nou, dan kun je wel eventjes vooruit met het drinken van wijn of wat dan ook.
Dan heb ik nog zo'n koelkastblikjeshouder meegenomen. En nee, ik ga hem niet voor de koelkast gebruiken. Ik wil hier mijn make-up in gaan steken. Want ik heb er laatst, toen ik een andere koelkast kreeg, toen paste deze blikjeshouder er niet meer in. Toen heb ik daar wat make-up in gestoken en dat werkte eigenlijk heel goed. Dus ik dacht, ik neem er nog eentje mee. Want daar kan dus dan mooi mijn bronzers in. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Die ga ik denk ik maar eens even snel inrichten. Want ja, zo kun je eigenlijk zien dat je bepaalde dingen ook voor andere doeleindes kunt gebruiken. Nog een kerstcadeau en dat waren sloffen. Ik heb deze genomen met leuke sterretjes op de voorkant. Ik had ook echt heel erg geluk, want ik moest maat 40 hebben. Dit was de laatste met maat 40-41. Dus ja, die vond ik wel heel erg leuk. En ze wou warme sloffen, dus ik dacht, nou, die zijn prima. Het is wel zo dat als er dingen zijn die dus niet goed zijn, die mag je nu wel ruilen in het nieuwe jaar. Dus het maakt me niet zo heel veel uit, omdat de winkels nu dicht zijn. Je mag het dan gewoon ruilen zodra ze weer open zijn. Dus deze met sterretjes. Ik heb gewoon roze gedaan. Ik had ook niet zo heel veel keus meer, want er was al heel veel op. Dus ik dacht, nou, dat is prima. Dan heb ik ook 3 rollen met kerstpapier gekocht. Allereerst heb ik hier kerstboompjes. Wat ik wel jammer vind, het is meer folie. Ze hebben nooit echt gewoon inpakpapier. Ik vind dat altijd net wat prettiger inpakken. Ik ben niet zo heel erg fan van het inpakken met folie. Maar ja, ze hadden niks anders. Dus deze met kerstboompjes. Ik dacht, laat ik maar 3 rollen meenemen. Zoals je ziet, ik heb best wel grote items die ik moet inpakken. Deze met een rendier erop. Of een hert. Die vond ik ook wel heel erg leuk. En dan heb ik nog deze met wat kerstvlokjes en ballonnetjes en zo. Dus nou ja, die heb ik dan ook even meegenomen. Dan heb ik in ieder geval genoeg inpakpapier of folie. Ze hadden ook wel van dat glitter inpakpapier. Maar ik heb al gelezen op internet dat dat eigenlijk gewoon niet plakt met plakband. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon voor het folie. Dan heb ik een kerstcadeautje ook meegenomen voor mijn moeder. En ik vertelde haar laatst dat ik zo'n zeepompje had gekocht. Die heb je bij mij al in een vorige shoplog voorbij kunnen zien komen. En dat vond ze wel interessant, omdat dit dus gewoon gelijk... Waarom beweegt dit? Hier komt dus van dat foam uit. En ik vertelde haar dat en dat vond ze wel interessant. Ik dacht, nou, dat is wel een mooi kerstcadeautje. En ik heb een blauwe meegenomen, omdat mijn moeder wel blauwe accenten in haar keuken heeft. En ik weet ook nog, vroeger in het ziekenhuis, dan had je in bepaalde ziekenhuizen, als je dan je handen ging wassen, kwam er al ook een soort van dat foam zeep uit. En dat vonden wij zo lekker. Dus ik dacht, dat was nog wel een leuk cadeautje voor mijn moeder. Dan heb ik ook even een heel basic item gekocht. En dat zijn van die pedaalemmerzakjes. Die van mij die waren op. Ik heb wel de smalle variant. Je kan 5 liter in. Nou ja, dikke prima. Hoeveel zitten er eigenlijk op? Ik weet het niet. 30 stuks. Nou, prima. Kan ik weer even vooruit. Die dingen die vliegen er bij mij ook doorheen. Heb ik ook even batterijen meegenomen. Dit zijn de AAA. En... ja, ik dacht voor je afstandsbediening, maar ik heb nu ook een aantal kerstitems staan, zeg maar, waar batterijen in moeten. Dus ik dacht, nou, dan moet ik wel even weer batterijen meenemen. Dus ik heb allereerst die. Ik heb geloof ik ook nog een setje met AA, maar die zullen we zo wel tegenkomen. Dan heb ik een cadeautje voor lente. En dit is een bounce en rollbal. Dit is een bal en er zit dus... ja, een heel klein balletje in. En ik vond dit wel heel erg leuk. Het is een stuit- en rolbal. Lente is op dit moment 4 maanden. Als zij het krijgt is ze 5 maanden. Het is vanaf 0 maanden. Dus ik dacht, nou, ik denk dat dit wel hartstikke leuk is voor haar. Het is gewoon heel zacht materiaal. Dus, weet je, en ik dacht, ik wilde eigenlijk wel een keer iets van speelgoed geven. Want ik heb eigenlijk al heel veel kleertjes gegeven. Dus ik dacht, nou, dit vind ik wel heel erg leuk voor haar. Hier zie je ook een kindje die ermee aan het spelen is. En ze is best wel nieuwsgierig. Dus ik denk dat dit wel heel erg leuk voor haar gaat zijn. Die had trouwens ook nog een groene met rode variant. Maar die hadden ze in de Action die ik had niet. Ik had die liever gehad. Want dat vond ik toch wat meer meisjesachtig. Maar het balletje hierin is dan wel rood met groen. Ach, het maakt ook eigenlijk natuurlijk niet uit wat voor kleur je kiest. Maar ik vond, had die leuker gevonden. Maar die hadden ze niet. Dit maakt wel heel veel geluid. Ook voor lente heb ik een zachte pop gekocht. En ik vond het wel leuk om een popje te geven. Lente gaat nu meer dingetjes vasthouden. En ik dacht, nou, dan heeft ze een eerste popje. Ik vond het wel fijn omdat hij compleet zacht is. En Lente is natuurlijk nog heel klein. Dus ik dacht, ja, dan is het wel gewoon goed om iets wat zacht is te kunnen geven. Zodat ze er een beetje mee kan spelen, maar zich niet kan baseren. Dus die is dan ook voor Lente.
Dan heb ik voor mezelf nog een paar Minnie Mouse sokken meegenomen. Deze die vond ik wel heel erg leuk. Sokken kom je eigenlijk altijd komen die wel van pas. Er zitten 3 paar in. Dus ik dacht, nou, dikke prima. Ze waren niet duur en ik vond ze wel heel erg leuk. Ik heb ook nog een paar sokken van Elle meegenomen. Elle. Vond ik ook wel heel erg leuk. Hier staat dan het Elle logo op. Je hebt rode, een paar grijze en een paar zwarte. Dus nou, hartstikke leuk. Gewoon 39 tot 42. Dus die ga ik wel passen. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dan heb ik nog een wc-matje gekocht. Want die wilde ik ook al een tijdje hebben. Ik wilde het liefst eigenlijk een roze. Want ik heb een roze badmatje. Maar die hadden ze niet. Dus het is een zwart wc-matje geworden. Die kan je dan ook gewoon lekker wassen. Maar ik vind het toch wel lekker om in een wc een matje te hebben. Dus die heb ik ook even meegenomen. Je had diverse kleuren, maar zwart sprak mij gewoon het meest aan. Aangezien ik een roze wou en ze die niet hadden. Dan kom ik hier nog de batterij tegen. En ik zie nu dat ik een beetje dom ben geweest, want ik heb 2 keer de AAA gekocht. Ik dacht ook dat ik de AA had meegenomen. Heb ik dus niet gedaan, dus ik heb nu 2 keer AAA. Dus dat wordt van de week bij de supermarkt nog even AA batterijen meenemen. Heb ik niet helemaal opgelet, maar ik moet ook zeggen, de laatste keer bij de Action was het een beetje stress en zo. Het laatste item wat ik dan heb meegenomen, dat zijn deze leuke bakjes voor de katten. Die vond ik wel heel erg fijn. Ik vind het gewoon fijn om voldoende kattenbakjes te hebben voor hun eten. Ik vind het ook ideaal voor hun zachte voer. Dus die heb ik dan eventjes nog meegenomen. Daar heb ik er dan 3 van. Nummer 2 en nummer 3. Dus nou ja, die ga ik lekker afwassen in de kast zetten. En dan kunnen ze dan lekker uit gaan eten. Dan was dit alweer de Action Shop vlog. Het valt me eigenlijk allemaal bij elkaar nog wel mee. Er zitten misschien een aantal duurdere dingen bij. Maar ja, weet je, voor kerstcadeautjes daar ben je toch al snel wat meer geld aan kwijt. Helemaal omdat ik toch ook voor zowel Lente als mijn moeder wat mee wilde brengen. Maar ja, ook wel gewoon wat handige items. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer heb gescoord. Ik ben in ieder geval super blij met de items. Ik ben ook blij, ik kan het nu lekker gaan opruimen en gaan gebruiken. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Dus ja, ik word er wel heel gelukkig van. Ja, zoals ik al zei, we kunnen voorlopig niet naar de Action, dus ja, maar ik wilde toch deze Action Shop vlog graag met jullie delen. Dus ja, ik hoop dat je het evengoed toch leuk vond, ondanks dat we niet naar de Action kunnen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje in mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar kun je ook een belletje aan zetten en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video weer te zien. Doeg!